En deze jonge man was ook hier bij mij toen hij zijn eerste boek uitbracht. En dat boek ging over motivatie, om jongeren te motiveren om betere mannen en vrouwen te worden in de samenleving. Hij zit ook in de vastgoedbusiness en hij heeft deze keer een boek geschreven over vastgoed. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, heb ik het goed gezegd? Yes, klopt helemaal. Hoe is het afgelopen met uw eerste boek? Nou, heel goed. Het resultaat was boven mijn verwachtingen. Ik was versteld om te zien hoeveel jongeren eigenlijk met demotivatie te kampen hebben. En het feit dat ik die jongeren kon spreken door middel van mijn boek en ze eigenlijk die push heb kunnen geven, heeft voor mij wel goed gewerkt, om het zo te zeggen. Ja, dat is assez rico. Ja, dat is wel goed te gaan. Mooi te horen. Yes. Hoe oud was je toen? Het is vorig jaar, ik was toen 24 jaar oud. En nu ben je 25 jaar. Yes. En nu ga je richting business. Yes. Dus u bent in de vastgoedbusiness en u heeft ervaring binnen het vastgoed. En u heeft gedacht dat ik een boek moet schrijven hierover om de mensen wat informatie te geven. Inderdaad. Wat was die motivatie hierachter? Nou, mijn motivatie is eigenlijk, zijn gewoon zaken waarmee ik te kampen heb in de vastgoedbranche. Ik zit al ongeveer 4 jaar erin. En ik kom steeds mensen tegen die een beetje wantrouwend kijken richting vastgoedmakelaars. Mm-hmm. Dus we zijn niet zo te vertrouwen, omdat de vastgoedmarkt natuurlijk een open markt is. Yeah. Ja, het is een vrije markt. Om het heel voorzichtig te zeggen, de makelaars hebben hun vrije gang. Ja. Snap je? En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen, een heleboel rare dingen zijn gaan gebeuren. En mensen minder vertrouwen hebben in makelaars. Mm-hmm. En dat is een drempel die wij moeten wegwerken. Ja. Dus door middel van dit boek wil ik de Surinamer vooral, omdat ik ook gemerkt heb dat Surinamers weinig weten over vastgoed. En dit boek is eigenlijk een gids zodat een ieder die informatie heeft. Ja. Want een van mijn favoriete quotes is, chaos is het resultaat van onwetendheid. Ja, klopt. Snap je? En als mensen zaken niet weten, dan kunnen gekke dingen gebeuren. Maar als je weet wat er allemaal gedaan moet worden, wat de procedures zijn, je hebt de kennis, kunnen zaken gestructureerd aan toe gaan. Dus vandaar dit boek om de mens eigenlijk die kennis te bieden. Ja, deze business gaat gepaard met privaatrecht. Inderdaad. Dus ik heb dat boek niet gelezen, maar ik denk dat je wel wat zaken over het privaatrecht hebt meegenomen. Ja, toch? Want het privaatrecht geeft aan dat als je iets wil gaan kopen, een perceel of een huis, en je bent niet gaan nachecken bij hypotheekkantoor, Ibai, en daarvan is van iemand anders. Je laat die money. Inderdaad. Is even ook zulke zaken neergepend? Ja, zulke zaken. Ik wil bijna zeggen dat alles wat betreft vastgoed hierin zit, juridische zaken, fiscale zaken, financiële zaken. Alles dat met het juridische te maken heeft, ik bedoel met vastgoed te maken heeft qua juridisch, noem maar op, zit ook hierin. Dit boek heb ik niet alleen geschreven, in samenwerking met notarissen, advocaten, ook bankinstellingen, ook verzekeraars. Dus een heleboel mensen, of laten we zeggen, al de schakels in de vastgoedmarkt die een bepaalde rol spelen, hebben hun bijdrage gehad. Ja. Het is inderdaad een gids voor de Surinamer om al die stappen, al de processen in het vastgoed gebeuren, vanaf het zien van die woning tot hebben gekocht van die woning, verzekeren van die woning, dus dat alles staat hierin. Ja, en dus in feite is het tijdloos. Inderdaad. Tijdloos. Oké, maar u heeft onderzoek gedaan, want je hebt gesproken met bijna alle actoren. Mm-hmm. Wat zijn de meest voorkomende problemen binnen deze branche? Meest voorkomende problemen? Suriname gebaseerd, boedel. We hebben heel veel boedelkwesties. Ja. En men weet vaak genoeg niet wat gedaan moet worden om het voor te komen. Of hoe die opgelost zou moeten worden. Daarnaast, een van de grootste knelpunten is gewoon dat stukje onwetendheid. Mensen weten niet hoe zaken gaan in Suriname.
Men kent twee titels, eigendom, grondhuur. Maar er zijn ook andere titels die er zijn. Ja, erfpaag enzovoort. Precies, al die zaken zijn er en men weet het niet. En dat is onze grootste nekslag. Als je het niet weet, kan je het niet gaan toepassen. Ja, en Surinamers zijn meer gebrand op eigendom. Dat nog in een bijna erfpaag of van grondhuur. Snap je? Ja. Dus dat stukje is eigenlijk ook, nou ga ik wil heel voorzichtig zijn, maar je hoeft niet alleen eigendom te kopen, je kan ook grondhuur kopen. Maar je moet weten wat de stappen zijn, je moet de procedures kennen. En als je dat weet, dan kan je gewoon vrij leven, om het zo te zeggen. Dus dat is een van de nekslagen. En vandaar dat wij het ook op papier hebben gezet, zodat het makkelijk naar ieder toe kan. En ieder gewoon thuis kan zitten, gewoon kan lezen. Wil je misschien een huis kopen? Kan je gewoon even bladeren, wat zijn de zaken die belangrijk zijn, wat moet ik weten, wat zijn de vragen die ik moet stellen aan de makelaar, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga een koopovereenkomst tekenen, waarop moet ik letten als ik dat lees, snap je, want een koopovereenkomst heeft enkele punten. Ja. En het is belangrijk om dat alles na te gaan voordat je tekent, want op het moment dat je hebt getekend, is die deal gezetteld. Ja. Dus al dat voorwerk is gedaan. Maar Serman Chatori. Precies, inderdaad. Ja, snap je? Dus dat alles is gedaan, dat voorwerk is gedaan. Dus het is echt een kwestie van dat boek kopen, lezen en dan gewoon verder gaan. Ja, tot slot een van de zaken die veel voorkomen, zijn de zaken die betrekking hebben op een project voor kavelaar, die bezig is grond open te kappen en geeft aan, begint te kopen en naar gelang je hebt gekocht, zorg ik ervoor dat later die nutsvoorzieningen worden geregeld. Je gaat met zo'n project voor kavelaar in zee en Bagalat, dat gaan mijn kantoor op Belina met Karwanstraat in gewoon. Rietstraat, ik ga je bij alles aan, na een tijdje is dat kantoor verdwenen. Heb je die zaak ook meegenomen, want een bepaalde project voor kavelaars, die laten het, ze doen het niet goed. Ze doen het niet goed, inderdaad. Ja, ik heb ook kwesties qua verkaveling meegenomen in dit boek. Dat bijvoorbeeld wat ik heb aangehaald, dat zit er ook bij. Misschien niet zo gedetailleerd, maar er zijn wel punten genoteerd waarop je moet letten wanneer je bijvoorbeeld in zee gaat met een verkavelaar. Wat zijn de zaken waarop ik moet letten? Welke vragen moet ik stellen? Welke stukken moeten aanwezig zijn? En ook als advies, snap je? Want bijvoorbeeld dat stukje van hey, de nutsvoorzieningen worden iets later aangelegd. Het is een kwestie waarbij jij moet gaan nadenken van boy, wil ik dit wel doen of niet, snap je? En er zijn ook een heleboel verkavelaars of projecten waar je bijvoorbeeld naar zou kunnen uitkijken. En ook als jij een verkavelaar bent, zit er ook informatie voor jou hierin. Hoe ziet het proces van het aanvragen van de vergunning aan? Wat zijn de zaken die komen bijkijken? Wat moet jij in orde hebben voordat je gaat starten? Dus al die punten zijn ook hierin. Meneer Helstoorn, een succes. Kun je dat boek even... Ja, en wat is de naam van dat boek? Het boek heet Safe State, vastgoed op een veilige manier. Safe State is mijn vastgoedonderneming. En die naam is een beetje afgeleid van mijn naam, Safeyante. Maar nog steeds veilig vastgoed. Ja. Succes. En waar kunt men dit boek kopen? Ja, dit is voorlopig... Alleen bij mij, maar er zijn gesprekken met de welbekende boekenhandels. Dus ik denk dat die volgende maand al in de winkels moet staan. En wat is uw nummer? Ja, mijn telefoonnummer is 87-144-21. En ik neem aan, als u wil dat u uw naam op moet kopen, heeft u de prijs wat laag gehouden? Ja, de prijs is wat laag gehouden. En dat is? De prijs is momenteel $25 per exemplaar. Yankee Dalla, Biden. Awasio. Arigel, meneer Helstoorn, succes. We zijn blij met u dat u als jonge Surinamer dit initiatief hebt genomen. Jonge mannen en vrouwen gaan het ook nodig moeten hebben voor de toekomst. Dus een succes en power. Thank you. Yes.